Tabaki, de nummer 1 vlogger van 2021. Let maar eens op. Een goede avond, dames en heren. Of een goede middag als je 's middags kijkt. Een goede morgen als je 's morgens kijkt. We gaan vandaag weer een gek projectje doen. Daar zitten we immers voor op YouTube. We gaan vandaag een popcornmachine maken. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar we zaten in een nieuwjaarsactiviteit met scouting. Het thema was Winter Wonderland trouwens. Daarom heb ik ook een muts op en een das om. En het was eigenlijk niet het plan om het te filmen. Maar ja, toen we er toch zaten, heb ik mijn camera even neergemeubeld. Op een blikje cola, tegen een fles bier aan. En heb ik er even een filmpje van gemaakt. Het idee is dus dat we dit gaan maken. Begrijp ik nog niet helemaal. De bedoeling was dus dat we dit gingen maken. Ja, het komt er goed, denk ik. Maar ik begreep er eigenlijk nog niet heel veel van, Boes. Maar dit blikje is niet idee. Ik moest sowieso twee blikjes hebben. Zakmesje erbij. Ik had toevallig al een blikje, maar... Ja, twee blikjes. Maar dat fixen we wel even. Ik heb denk ik even... een iets ander plan. Daar zei ik toch. Nou, maak er dus zo een paar gaatjes in. Net of het niks kost. Pak mijn kaarsje. Dan nemen we de popcorn. Dat is wel makkelijk met een popcornautomaat, popcorn ja. En nou eens wachten of je heet genoeg hebt worden dat je top hebt zijn. Giel, ik weet niet of je mij kunt zien nou, maar ik heb het zo in elkaar geknutseld. Even aan al mijn fans laten zien in de online meeting. Heb ik op dat blikje heb ik doorbinnen gesneden en daar heb ik wat gaten in gemaakt en in de bodem heb ik gewoon die popcorn in gedaan. Nou vroeg er iemand, heb je er geen deksel voor nodig? Want creëer je anders niet genoeg warm. Ja, de deksel die zit er volgens mij vooral op dat die niet door het hele huis ploft. Maar... En daar ging die weer. En nog een keer. Ik heb een koekje voor het wachten. Ja, dat is altijd fijn, een koekje voor het wachten. Weet je, dat mag je niet op YouTube wel. Ik ben wel even een videootje aan het maken erover. Ik word bij de week niet gesponsord door een van die firma's waarvan de naam in beeld is. Ik denk dat het niet zo'n leuk timeframepje is. Ja, daarom zit ik nou dus ondertussen ik de tijd terug als niet vol te lullen. Ja. Niets gebeurt met de popcorn. Nou, hij begon net te ploppen. Kijk, hier ligt een stukje. En toen tiefde het dingetje om. 3 uur later. Nou, ik denk niet meer dat het iets gaat worden. Dus... Dat was wel heet. Goh, wat gek. Ik ga het kaarsje uitblazen. Ja, dat is kei jammer. Hij begon te ploppen en toen viel het om. Hier is er nog eentje een klein beetje geplopt, maar... Hij staat er nou een hele tijd en hij gaat niet door, dus... Dus ja, mooie afsluiting van de video. Echt top gedaan. Al zei ik niet zelf. Nou, mijn theorie zou dit eens mogelijk moeten zijn. Misschien als we het originele ontwerp hadden genomen, dat het wat beter was gegaan. Maar de vrienden van Scouting wou hier graag een videootje van zien. Dus ja, dan maken we er toch nog wel van. Het was overigens niet zo. Echt heel veel zin had in die popcorn. Want popcorn daar hebben we een tijd lang tot in de treuren moeten vreten bij Scouting. Er werd bij ieder kampvuur met zijn netje zo, werd de popcorn gebakken. En dan...
blijft er altijd 3 kilo van de stoel hoog. Dus dan moet je dat maar weer opvreten en snijden. Bedankt allemaal voor het kijken. En de volgende keer dan proberen we rockkorn. Of classic korn, jazzkorn. Ja, houdoe!